Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Gianan Schaven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 36 hier in Spanje. We hebben dus heel veel geld op de bank en die moeten we dus ook gaan spenderen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer vooral voor meer wekelijkse F1 22 My Team Career Mode content. Druk op dat belletje, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video online. En heb je die vorige race trouwens in Emilia-Romagna gemist, zal ik die eerst even terugkijken. Voordat je deze dus gaat zien, dan kan rechtsboven het i'tje. Klik erop en zie je die video verschijnen. We gaan lekker door met My Team Career Mode. Er komen flink wat updates en upgrades aan de auto eraan. Dus dat moet ons weer naar voren zien te brengen. We hebben heel veel geld op de bank. En de vorige race hadden we een zesde plek behaald. Goed gedaan. Hopelijk kunnen wij in Spanje weer naar de punten rijden. Verschoor werd twaalfde helaas. En dit is een rivaliteit die moeten wij gaan kiezen. Ik weet niet wat we gaan doen. We moeten het allemaal even zien. Er komen updates aan. Jazeker. Dat hadden jullie echt niet verwacht. Die we hadden besteld. En natuurlijk ook het wekelijkse inkomen van ons. Dat is dus $1.26 miljoen. Pirelli Hotlap doen wij niet, die slaan wij gewoon even over. Voor de rest heb ik niet zoveel bijzonders om te vertellen, want de auto is gewoon nog in ontwikkelingsfasen. We komen wel dichter bij de andere teams, maar eerst de kwalificatie, kijken hoe dat dan gaat lopen voor aflevering nummer 36. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland in Q1. Het heeft geregend. De baan is nu nog alleen maar nat. En dus moeten wij verplicht op de intermediates de eerste run gaan beginnen. Goed verhaal. Kijken of wij een beetje vooruit kunnen komen. En hopelijk kunnen we door naar het tweede kwalificatiedeel. Het zou mooi zijn als dat gaat gebeuren. Ik ben ook benieuwd waar Richard Verschoor gaat eindigen. Er komt al een droge lijn op het rechte stuk. Komen we aan bij sector 3. Die gaat wat minder helaas. En dan bij start, finish en dan laten wij een 1.28.5 noteren. Langzamer dan Verschoor op een P7. Het is helaas gelijk een P8 geworden. Iemand is sneller gegaan. En we kunnen gelijk een tweede run erachteraan plakken. Dat doen we ook. Gaan hier wel iets te wijd. Krijgen gelukkig geen track limit waarschuwing daarvoor. En dan komen we aan weer bij sector 3. Pakken flink wat tijd goed. Een seconde onder onze eigen tijd zitten wij. En wij laten een 1.27.3 noteren. Nog steeds langzamer dan Verschoor. En dan zijn we aanbeland bij het einde van Q1. Het is droog geworden. Dus we starten onze ronde op de droogweerbanden. Nog een minuut en 40 seconden op de klok. Verschoor heeft ons gepasseerd. Zoals al bij de eerste run duidelijk dat Verschoor vele malen sneller is in de regen. Maar nu kunnen wij gas geven op het drogen. Je hebt al gelijk een seconde onder eigen tijd. Een seconde onder onze eigen tijd. Nog 30 seconden op de klok. P22. Helaas daar een track limits waarschuwing. Het is wat het is. En dan komen we op een tweede tijd. Met paars in sector 3. Maak daar maar een derde tijd van. Iedereen is nu sneller gegaan. En wij kunnen nu nog een run erachteraan plakken. En dat gaan we ook gelijk doen. Daar gaat het helaas een beetje mis. Bij bocht nummer 2 schoten daar iets te ver in het grind.
En hier helaas onderstuur en weg is deze ronde. Dan zijn we wel door naar het tweede kwalificatiedeel. De score is ook door, goed gedaan. En wij beginnen onze laatste run hier, onze enige run in het tweede kwalificatiedeel. Het is weer bewolkter gaan worden, maar er is geen regen voorspeld, gelukkig maar. Kijken waar wij zo meteen staan. Iets te wijd in bocht nummer 1. Dan moet ik hier een escape route nemen en snij ik compleet bocht nummer 2 af. Ik krijg er geen straf voor, gelukkig. Dus dat betekent dat we mooi door kunnen en mogen. Kom aan bij het einde van deze run. Daar weer te wijd. Deze bocht nemen wij niet goed. En hier krijg ik helaas wel een waarschuwing voor de bocht afsnijden. En dan laten wij een 1.18.9 noteren op een P13. Uitslag van de tweede kwalificatie door Charles Leclerc het snelste. George Russell naar de tweede plek. Carlos Sainz voor zijn thuispubliek op de derde plek. Gasly door naar de top 10 qualifying. Yuki Tsunoda redt het niet. Theo Poortje redt het niet. Tiktum redt het niet. Stroll redt het niet. En wij pakken Verschoor. Starten dus op een P15. Dus er kan van alles gaan gebeuren. Daar gaan we dan voor aflevering nummer 36. Hier in Spanje. The Spanish Grand Prix has been a permanent fixture of the Formula One calendar for over 30 years now, and for good reason. Do you remember Michael Schumacher's absolute dominance here in that rain-soaked Grand Prix in 1996? That day, he took his first ever victory for Ferrari, and we've had many more iconic moments since. The Circuit de Barcelona-Catalunya then, a high-speed 2.89-mile circuit, which demands an efficient downforce package and bravery on the part of the driver, especially through the blind right of Turn 9, which we might just see taken flat out this weekend. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. Fantastic effort from Charles Leclerc yesterday, and it's put him on pole. A very happy Carlos Sainz will start second. Looking down the rest of the grid, we have Norris, Verstappen, George Russell, and Hamilton. Fernando Alonso, Ocon, Gasly, and Yuki Tsunoda. Tiktum, Stroll, the Professor, and Richard Verschoor. Mick Schumacher, Perez. He'll be starting further back after an earlier grid penalty. Alex Albon and Robert Schwartzman. Joe, Theo Pourchaire, Latifi and Kevin Magnussen fills the last spot on the grid. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. I'm joined again today by none other than Natalie Pinkham. Tell me, Natalie, obviously there's a lot of development work that goes on with these cars between Grand Prix. You know a lot about how test drivers and race drivers go about their business. So how do these roles differ in your eyes? Interesting question. There are two very different mindsets. In the old days, of course, they used to cover up to 15,000 kilometers of testing in a season. And that role would be more about working for the team, trying to help them improve the car and drive as systematically as possible so that the data could be analyzed in the most consistent way. When lining up on the grid for a race, however, a race driver's frame of mind is all about what they can get out of the situation on that day, and the car is the tool to help them achieve those goals. Nou, dan zijn we aanbeland bij de grid voor aflevering nummer 36. Hier in Spanje vertrekken dus vanaf een P15 op de grid. Ik zit te twijfelen om op de soft of op de medium banden te beginnen. Maar toch op de soft hebben we misschien een betere start. Op naar de Formation Lab. En dan is het zometeen naar de grid toe rijden en ons opmaken voor 33 rondes lang knokken voor wat we waard zijn. Heel veel informatie wat we allemaal al weten van de ingenieur. En dan zijn we aanbeland bij de start. We moeten dus naar de grid toe rijden. En staan er goed in, jazeker. Zal ik een beetje naar rechts toe.
om Verschoor af te knijpen. Zometeen bij de start, daar gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 36 hier in Spanje. De lampen gaan aan voor de grote prijs. My Team Karimwood aflevering is onderweg en we komen prima weg. Beetje wielsen bij de start, maar het is geen probleem. Verschoor zakt heel ver terug. Schumacher al gelijk aan de buitenkant van Lance Stroll. Wij vinden daar een gaatje naar Yuki Tsunoda en dat lukt. Maakt een dive bomb naar... Wie is dat? Alonso. Daar driedik tussen Tictum, Ocon en mijzelf. En wij komen er als beste uit. Jazeker. Goed gedaan. P9 tot nu toe. Een prima start hier in Spanje. Gasly en Alonso hebben het met elkaar aan de stok. Zij aan zij hier. En wij kunnen er niet van profiteren. Moeten afwachten. Dan zitten we in ronde nummer 5 van de race. Als we daar Esteban Ocon hebben. Gasly en Alonso rijden weg. Het is geel in sector 1. Op start-finish valt er iemand stil. Dat is volgens mij Dan Tictum die uitvalt. Jazeker, Dan Tictum in de Haas moet de strijd hier staken. En daar zit Ocon misschien te kijken aan de binnenkant. Er is geen ruimte, toch vindt hij de ruimte. Maar moet daar opletten voor zijn voorvleugel. En dat weet hij ook. Nog steeds gele vlag omdat Tictum daar stilstaat in sector 1. Ocon kan hier helemaal niks. En hij rijdt ook op de mediumband. Herhaling wat er is gebeurd met Dan Tictum. In ronde nummer 5. Een motorisch probleem denk ik. De Ferrari motor houdt ermee op. En de eerste uitvaller is Dan Tictum dus. Jammer voor hem. In ronde nummer 11 duik ik naar binnen voor mijn laatste pitstop van de dag. We gaan naar de harde band. En Schwartzman duikt met mij mee naar binnen. Hoe goed is de pitstop? Dat is de vraag. Poortje ook mee naar binnen. 2,3 kon wat sneller, maar komen mooi voor Schwartzman weer de baan op en zijn naar de harde band gegaan. En komen ook mooi voor Lance Stroll weer de baan op, dus de overcut op de Canadees heeft gewerkt. We rijden op een P13, nu moeten we zorgen dat het gat naar Verschoor wordt verkleind. Perez moet nog een keer naar binnen volgens mij. Want die is op de softbanden gestart. Die startte ook helemaal van achteraan. Die had een penalty gepakt, volgens mij. En hier kunnen wij Stroll afremmen. Kan er niet voorbij. En dan zijn we naar Albon toegereden. Omdat Albon de overcut heeft geslaagd op ons. Dit gaat voor een punt. Zometeen op start-finish. Hebben DRS, gooi je overtakeknop aan. Albon heeft geen DRS. En rijden er naartoe vanwege de slipstream en de Ferrari motor. Aan de binnenkant kijken wij, jazeker, en dat is P10. Hebben een WK-punt in handen. Nu op naar Esteban Ocon voor P9. Een prima inhaalactie op de Thaise coureur. Goed gedaan. Dan zitten we in ronde nummer 21 als ik daar helaas mijn exit een beetje verpest. En Albon is nu de aanvallende partij. Wij moeten dus nu gaan verdedigen. Gaan wat van mijn lijn af, maar Albon is slim. Gaat mee in de slipstream. We houden de auto breed en Albon kan er niet langs. Daardoor is het gat naar Ocon opgelopen tot 2,8 seconden. Dus ik denk niet dat wij hem nog in kunnen gaan halen. Albon zit er aan de binnenkant. Kan er niet voorbij. Vindt daar toch een gaatje en raakt onze rechter achterband. Albon heeft zijn voorvleugel wat beschadigd volgens mij. En moet dus naar binnen. Wel een mooi gevecht voor het laatste punt in de wedstrijd. Charles Leclerc leidt de race. Carlos Sainz op P2 en Verstappen zit bij Sainz te kijken volgens mij. Voor P2. Kan er net niet voorbij. Ik zie het allemaal op de minimap gebeuren. Okay, gap to the car ahead is 3,
aan boord bij Albon, die hier zometeen toch keek aan de binnenkant. Er was geen ruimte, toch vindt hij de ruimte. En ja, ik zie daar zijn wing end plate wat kapot gaan. Dus hij moet sowieso naar binnen voor een nieuwe voorvleugel. Wat betekent geen punten voor Albon in deze race. En dan wint Charles Leclerc de wedstrijd. Charles Leclerc wint de wedstrijd. Daar gaan wij nog bijna de mist in op dat broodje, maar het is geen probleem. Wij worden dus als tiende afgevlacht. Afgevlacht, ja zeker, ik zeg het goed. Pakken toch nog een WK-punt. Goed gedaan, is het op naar de volgende wedstrijd. Okay, pick up rubber. Another Spanish Grand Prix is over then, and what a special race it was. Natalie Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? I think it was clear what the main contributing factor out of the track was. Speed. It sounds like an awfully reductive statement, but fast cars win races, and we saw that today with our win. The podium. You can see that red suit, familiar to fans across the globe. A world-class win for a world-class team. Ferrari, do it again. Hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Charles Leclerc wint dus de rode prijs van Spanje. Carlos Sainz naar de tweede plek. Verstappen op het podium voor Red Bull. En wij finishen dus als tiende. Goed gedaan. Pakken een punt. Verschoren helaas teruggezakt tot P19. Albon bakt dat snelste raceronde. Maar geen extra punt. En wij zakken terug tot P10. En P6 in het constructeurskampioenschap. Tot nu toe een prima seizoen. Mogen niet klagen. En het teamacclaim met mezelf en Verschoor, dat is gewoon goed. Moeten zo ver mogelijk zien te komen. Helaas hebben we van een sponsor geen inkomen gehaald. 723,3 duizend dollar plus 100k erbij. Omdat we geen schade hebben gereden. In totaal 5,7 miljoen dollar op de bank. Kunnen we faciliteiten van gaan bestellen om... ja... de auto beter te maken. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nu op mijn kanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 22 My Team Creament content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Volg me even op de sociale media. @GianAnSchouwen op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was Gianan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. We gaan verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.